Ik ben Kira Merke en ik ben 29 jaar oud. Ik woon in Heerlen en ik ben samen met Jeroen Vonk, die kennen jullie ook wel allemaal. In het dagelijks leven geef ik les op een middelbare school. Ik geef economie, daarnaast geef ik ook nog danslessen en heb ik vroeger skiles gegeven. Dus het leraar zijn staat centraal in mijn leven. Ja, en ik kom hier graag sporten. Naast CrossFit dans ik ook nog 2 keer in de week. Dat ben ik. Naast CrossFit dans ik ook nog 2 keer in de week. Daarnaast geef ik ook nog danslessen. Wat ik zo leuk vind aan CrossFit is, het is iedere keer weer een uitdaging. Als ik 's ochtends denk, oh, ik heb hier echt geen zin in, maar dan toch gaan en dan toch met een voldaan gevoel naar huis komen en dat samen met andere mensen doen, dat maakt dit wel echt heel erg leuk. In het begin, toen ik de fundamentals heb gedaan, ik kon geen pull-ups, geen toes-to-bar, geen zware gewichten. En nu, hoe langer je het doet en hoe meer je ook oefent, merk je toch dat het steeds beter gaat. Nu kan ik zwaardere gewichten tillen, ik kan pull-ups, toes to bars gaan steeds beter. En door voor jezelf zo'n doel te zetten en ook steeds te gaan, word je ook steeds beter en gaan dingen steeds beter. Ja, we zitten nu natuurlijk in de tweede lockdown. Vorig jaar tijdens de eerste lockdown, toen zijn we eigenlijk thuis meteen flink van start gegaan. Zelf al, maar ook heel fijn dat we van hier materialen mochten lenen en dat er watches online gezet werden. Dat je toch een beetje in die flow kunt blijven. Het scheelt natuurlijk wel ook dat wij met z'n tweeën alle twee een CrossFit doen. Want als de een geen zin heeft, dan heeft de ander wel zin en andersom. Dus dat scheelt ook wel. Daarbij heb ik vorig jaar tijdens de eerste lockdown, ik werk natuurlijk in het onderwijs, hoefde ik eigenlijk niet zo heel hard te werken voor school. Dus ik heb heel veel gesport. En toen ben ik eigenlijk, vooral heb ik me gefocust op die pull-ups. En in die lockdown is dat uiteindelijk ook gelukt. Dus ja, voor mij was dat wel een hele fijne periode eigenlijk om te sporten. Nu tijdens de tweede lockdown, is gewoon vervelend, vind ik, dat je niet kunt sporten in de sportschool. Maar ook nu weer met de persoonlijke coaching, dat was super fijn. Blijf je toch ook gemotiveerd. Weer materialen die we mochten lenen. Ja, en eigenlijk sindsdien we hier in de alley kunnen sporten, kom ik eigenlijk weer wekelijks. Omdat dat ook wel gewoon het uitje van de week is, dat je weer even weg kunt en lekker kunt gaan sporten. Dus dat is wel heel erg fijn, vind ik. Ja, tijdens de tweede lockdown is er 1-op-1 coaching gedaan. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg fijn, want de eerste week dat we eigenlijk die lockdown ingingen, toen waren wij bezig in de tuin en we hadden niet zoveel zin om te sporten. Dus toen heb ik ook helemaal niks gedaan en ik kreeg meteen een berichtje van Quentin. Hallo, waarom heb je niet gesport? Dus dat geeft dan wel zo'n extra zetje dat je je verplicht voelt ook om te gaan sporten. Want je hebt je daarvoor opgegeven, dan vind ik dus ook dat je daar wel iets, dat je wel in ieder geval daar gebruik van moet maken en ook moet gaan sporten. Daarnaast vond ik het ook super fijn dat we specifieke dingen hebben kunnen oefenen. Bijvoorbeeld die toes to bar wilde ik graag verbeteren en überhaupt leren, want dat lukte nog niet zo heel goed. Ja, en daar kon hij steeds tips voor geven, stuurde ik weer een filmpje op en ik gaf die tips op basis van het filmpje. En ook gewoon nieuwe oefeningen die ik zelf nog nooit bedacht had om toes to bar mee te oefenen. Dus dat vond ik wel heel erg fijn inderdaad, om op die manier toch bezig te zijn en toch ook dat contact te houden. En niet alleen maar van een blaadje af te lezen, oké, dit moet je doen. Maar dat er ook iemand was waarbij je vragen kon stellen, waarbij je tips kon vragen. Dus dat vond ik zelf heel erg fijn. Een extra stok achter de deur.
Mijn favoriete CrossFit movement is de pull-up. De pull-up is mijn favoriete beweging, omdat ik daar zo hard voor gewerkt heb dat het uiteindelijk wel lukte. Maar daardoor vind ik het nu wel dus ook heel erg leuk. En een andere beweging die ik echt super graag doe is de clean. Omdat ik dat een lekkere beweging vind, daar kan ik ook vrij zwaar in gewicht gaan. Vandaar dat ik die twee dus ook wel echt heel erg leuk vind. Mijn minst favoriete movement op dit moment zijn dubbelanders. Omdat dat nogal zorgt voor wat frustratie. De ene keer gaan ze wel en op dit moment gaan ze helemaal niet. Lukt er gewoon geen eentje. Dus dat zorgt voor wat frustratie en dat, daardoor is dat op dit moment mijn minst favoriete beweging. Dit jaar heb ik ook weer meegedaan met de Open. De Open is natuurlijk wereldwijd een van de belangrijkste evenementen voor CrossFit. Daar kun je eigenlijk jezelf een beetje meten met de wereldtop. Daar vergelijk ik mezelf niet mee hoor, maar dat is wel leuk om op ieder niveau workouts te doen, waardoor je toch wel een beetje kunt zien, waar sta ik op dit moment, wat kan ik wel, wat kan ik niet. Vorig jaar heb ik eraan meegedaan, toen mochten we nog gewoon lekker binnen. En dat was natuurlijk ook super leuk, heel veel mensen die komen kijken, dan word je echt een beetje opgezweept. Dit jaar was het hier in de alley en mochten er ook geen mensen komen kijken. Maar dan nog vind ik het gewoon leuk om daaraan mee te doen. Gewoon ook voor jezelf, om te kijken waar sta je op dit moment. Je hebt op een andere manier getraind. Heeft dat invloed gehad op je training, ja of nee? En alsnog met de mensen waarmee je samen dan op dat moment de Open aan het doen bent, is dat gewoon echt een super lekker gevoel. Want iedereen staat je aan te moedigen en er lukken dingen voor het eerst. Of na een zware workout kun je alsnog een zwaar cleanen of zulke dingen. Dus dat maakt het wel echt super leuk. En dan ga je ook met een tevreden gevoel naar huis. De laatste, wow, onder de 20 minuten. Super! Hey, te gek! Super! Ja, voor de mensen die willen gaan beginnen met CrossFit en die niet fit zijn of zichzelf niet fit vinden of wat dan ook, laat dat niet tegenhouden. Kom gewoon eens binnen en kom gewoon eens langs. Probeer het eens en vergelijk jezelf ook niet met anderen, want in het begin lukte bij mij ook de helft niet. En hoe vaker je komt en hoe meer je oefent, dan lukt dat uiteindelijk wel.